Leerlingen van het Montessori College in Strijp hebben vandaag een recordpoging gedaan voor het Guinness Book of Records. De leerlingen van HAVO 5 bouwden een toren van blikjes en dat was nog helemaal niet zo gemakkelijk. Het is best moeilijk om het record te verbreken. Wij dachten op het begin dat gaat ons wel lukken. Maar heel snel vallen ze al wel van elkaar af. Maar er zijn mensen die er wel echt bij in de buurt komen. Om de recordpoging te doen waren er wel een hele hoop blikjes nodig. Daar zijn we mee begonnen met kerst. We hebben aan de leerlingen van deze school gevraagd om de blikjes die zij hier op school en thuis dronken, om die hier op school in te leveren, zodat we ze konden gebruiken voor Montessori-dag. Het doel van de blikjes is ook dat we ze hierna dat we er speelgoed van kunnen maken, aangezien wij deze dag aan een goed doel hebben gekoppeld. En dat goede doel is Stichting Type Zulanzo. De stichting zet zich in om het leven van mensen in het Afrikaanse Malawi te verbeteren. Maar helaas, de recordpoging is niet gelukt. De leerlingen hebben een toren van 23 blikjes gebouwd en dat waren er 3 te weinig voor een nieuw record. Ja, jammer, maar ja, we hebben wel een hele leuke dag gehad, dus daar gaat het om. Dat is het belangrijkste. Ja, zeker. En alle leerlingen zijn gewoon heel enthousiast geweest en we hebben er gewoon wel een gezellige boel van gemaakt.